Leerkrachten van de IMEAO-scholen hebben ook vandaag actie gevoerd door tot 10 uur te werken en daarna in beraad te gaan. Hierdoor is dag 2 van de toetsronde niet doorgegaan. Met deze actie vragen de leerkrachten de aandacht van de overheid voor de maatregelen die genomen zijn door het ministerie van Onderwijs zonder afstemming te plegen met het onderwijsveld. Wat de leerkrachten boos heeft gemaakt is de brief van het ministerie, gedateerd 21 november, waarin wordt aangegeven dat er voor dit schooljaar geen intersectie- en sectievoorzitters meer zijn. Dit betekent dat elke leerkracht zelf reguliere toetsen moet opstellen. De leerkrachten vinden dat hiermee de uniformiteit komt weg te vallen. De Bond van Leraren heeft daarom besloten om in actie te gaan. Lucien Rotsburg, directeur van het IMEAO 2, zegt dat de studenten toch wordt geadviseerd om op school te komen. Ik mag in elk geval de studenten niet zeggen van dat ze thuis moeten blijven. Die bevoegdheid heb ik niet. We moeten ervoor zorgen dat de school open is. En we hopen dat er zo snel als mogelijk een oplossing komt. Omdat deze situatie niet gezond is voor studenten, niet gezond is voor de docenten. En waarschijnlijk ook niet voor de directie, omdat de directie zit met de organisatie van het geheel. Wat betekent dit voor de planning van onder andere de andere rondes, maar ook van de school wat betreft de andere tentamens en andere zaken die voortgang moeten vinden? De planning is nog niet echt in gedrang. Kijk, nou, we hebben nu 2 dagen verloren, waarschijnlijk morgen ook. Maar als we op korte termijn toch nog kunnen starten, kunnen we na de vakantie nog even de dagen die verloren zijn, kunnen we die inhalen. En dan heb je nog een toets 2 terug. Maar hoe langer het duurt, hoe beknopter de ruimte wordt om alles te gaan organiseren. Want dan ga je alles in elkaar moeten schuiven en dan komen stages komen in gedrang, omdat er een ander programma volgt na de kerstvakantie. Rotsburg zegt dat de directie helaas niet veel kan doen aan deze situatie. Hij hoopt dat er snel een oplossing komt. De toets afnemen en de andere scholen niet, omdat we de kwaliteit van de werken willen waarborgen en ervoor zorgen dat iedere student hetzelfde werk maakt. Als directie kunnen we niks anders doen dan hopen dat er zo snel mogelijk een oplossing komt en de studenten straks de gelegenheid geven, want komt er een oplossing, moet je de studenten informeren. Je kan niet pas boem beginnen met de toetsen en dat gaat ook een paar dagen duren. En waarschijnlijk moet er dan weer een stukje opfrissing komen, want nu waren de studenten al ready voor de toetsronde. En als je geen toetsen hebt, weet ik niet of er nog motivatie is om te studeren en af te wachten op tijdstip wanneer bepaald wordt dat de toetsen doorgaan. Dat was directeur Lucien Rotsburg van het IMEAO 2. Intussen heeft het ministerie van Onderwijs gemeld dat er in samenspraak met de directeuren van de IMEAO-scholen een akkoord is bereikt voor de toekenning van lesuren voor het opstellen van werk door intersectie- en sectievoorzitters. De intersectie- en sectievoorzitters van het IMEAO worden niet afgeschaft. Aldus minister Robert Peneu van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur. Aan de directeuren is nu de taak om deze afspraken door te communiceren naar de docenten. De minister zegt dat er geen conflict is met de Bond van Leraren. De bewindsman stelt dat organisatorische veranderingen binnen een school en eventuele toekenning van uren een aangelegenheid is van het ministerie. Indien de BVL het nodig acht om in overleg te gaan, dan staat het ministerie daar open voor.